Goedemorgen iedereen, het is vandaag vrijdag 21 juli en dat betekent dat het weer mijn verjaardag is. Ik ben 28 jaar geworden vandaag, ben ik een aardige leeftijd al. En ik heb een heel leuk weekend voor de boeg, want ja, het weekend start hier gewoon op vrijdag. Samen met mijn vriend ga ik, ja, echt bijna nu gewoon de deur uit, want we gaan naar Tomorrowland. Dat is ongeveer een uurtje en kwartier rijden naar Antwerpen. En dan Tomorrowland ietsje verderop. Lijkt me leuk om dan dit weekend weer een keer de vlogcamera erbij te pakken. En ik zal ook eventjes alvast laten zien wat ik heb gehad. Deze tas heb ik van Ray gehad. Dat is zo'n Fjallraven Kanken tas. En deze wil ik echt super graag hebben. En hij had dit hartje eraan gedaan met A Look Inside. En daarin vond ik dit. Dit is een voucher, want we gaan eind augustus naar Bali. En hij heeft iets als verrassing gepland. Ik heb nog geen idee wat het is. Maar het heeft misschien te maken met een veiligheidshoedje, een golfje. In ieder geval iets in Bali. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat zijn. Maar dat zie ik dan over ongeveer een maand. En dit is mijn ticket voor Tomorrowland. En dat, daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb ook nog een kaartje gehad van mijn vriendin Jolien. Daar was ik gisteren. En ik heb van haar dit armbandje gehad. Met een klein doodskopje eraan. En van haar en haar vriend heb ik ook dit superleuke plantje gehad. Het is gewoon een vaasje in de vorm van een ananas. Wat echt super cool is. En ze hebben ze zelf bedacht om dit plantje erin te doen. Omdat deze heel erg lijkt op de bovenkant van een ananas. Waardoor het nu net een heel ananasje lijkt. Echt super schattig. Dus Jolien en Roel, als jullie weer kijken. Super bedankt nog voor de cadeautjes. Vind ik echt super lief. Ga ik nu eventjes snel verder inpakken. Want we moeten wel echt de deur uit om nog een beetje op tijd daar aan te komen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. In de auto en ik denk dat we halverwege, dicht bij de grens al zitten inmiddels. Dus dat is best wel goed te doen. Oh ja, we zitten ongeveer bij Breda. Dus dan zijn we er al op zich bijna. En ik moet zeggen, het is alweer eventjes geleden dat ik echt heb gevlogd. Dus ik moet zeggen dat ik een klein, ik ben natuurlijk niet verleerd, want dat kan niet. Maar ik moet er wel een beetje aan wennen om, zeg maar, voldoende voor jullie vast te leggen. Het is echt heerlijk weer. Gisteren heeft het eigenlijk heel veel geregend. En vandaag schijnt gewoon heerlijk het zonnetje. En dat zou het ook gewoon nog moeten blijven doen. Dus dat is echt super fijn. Ik heb nu nog gewoon een simpel outfitje aan. Maar hier achterin in mijn tas heb ik een heel leuk rood jurkje. Dus dat wordt echt mijn birthday suit. En dan heb ik wat Dr. Martens die ik eronder ga dragen. Want dat kan een klein beetje drassig zijn en dergelijke. En mijn vriend Ray heeft voor de gelegenheid ook een beetje rood aangedaan. Zometeen ga ik op het festival zelf niet deze camera meenemen. Want dat vind ik net iets te veel plek. En volgens mij mag ik deze niet eens meenemen. Dus als ik zo meteen wat ga vastleggen, dan doe ik dat gewoon met mijn telefoon. Maar we gaan zo meteen eerst nog even inchecken bij het hotel. En dan kan ik ook eventjes dus van outfit verwisselen. Dus dat is wel heel erg nice. We zijn inmiddels aangekomen in het hotel. En ik heb me even snel omgekleed, want ik kon nog niet de kamer in. En dit is de outfit. Jurkje met van die open afzakkende schoudertjes. Met bloemetjes. En dan hier een beetje wat ruches. En daaronder heb ik mijn Dr. Martens. Dus ja, dat is het. Oh, en ik heb ook nog een jasje voor als het wat kouder wordt. Dus vanaf nu is het beeld ietsje slechter omdat dit mijn iPhone is. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. En dan gaan we zo naar het festival. En ik ben heel erg benieuwd en ik heb er zin in. En we zijn momenteel aan het lopen. We zijn in een boom aangekomen. Dus dat is echt het plekje eigenlijk waar het wordt gehouden. En het is hier helemaal vol met allemaal kraampjes waar mensen dit wat kunnen halen. En dit is de grote stoet. Het is echt heel leuk. Ben ik inmiddels niet meer op het festival. Ik heb gisteren niet zo heel veel gefilmd. Ik vind het toch altijd wel een beetje lastig op festivals. Maar we zitten momenteel weer in de auto. In de file wel te bestaan. Terug naar Nederland. Want ik vier morgen mijn verjaardag bij ons thuis. Voor wat familie en ons gezin. Dus daar wil ik wel. Nou, daar moet ik eigenlijk gewoon nog helemaal voor voorbereiden. Schoonmaken, opruimen. Boodschapjes doen. Alles klaarmaken. Dus we zijn gewoon onderweg naar Nederland. Want dan wil ik straks alles nog eventjes kopen. Nou, het is inmiddels alweer van
wat later. Ik heb boodschappen gedaan. Ik ben bij verschillende winkels geweest. Dus het heeft eventjes geduurd. Maar ik heb alles, denk ik wel, binnen. Of misschien een paar dingetjes die ik morgen zou kunnen halen. En ik heb ook wat versiersel dingetjes gekocht. Om het hier een beetje iets feestelijker te maken. Want dat is wel leuk op een verjaardag. En ik dacht, ik ga dat eventjes aan jullie laten zien. Ik heb hier een tas met allemaal goodies. Ik ben uiteindelijk bij de HEMA geslaagd. Ik was eerst nog even naar Action geweest. Maar daar zag ik op dit moment niet echt wat leuks dat ik graag wilde hebben als versiering. Dus ik ben naar HEMA gegaan en daar heb ik deze hele leuke slinger gekocht. Dat is deze. En hij is dus 2,5 meter. Ik vond dit gewoon wel heel erg leuk. Ik denk als ik meer tijd had gehad, dan had ik deze ook zelf kunnen gaan maken. En deze kan ik uiteraard ook gewoon gebruiken als model om volgende keer bijvoorbeeld een extra bij te maken. Want ik vind deze stijl wel heel erg leuk en schattig. Deze was volgens mij uit mijn hoofd €3. Dan heb ik ook zilverkleurige vlaggetjes. Ja, vond dit wel heel erg leuk. Want het is ook net wat basic, meer basic. En je kan het ook gebruiken natuurlijk voor andere soort verjaardagen. Want er staat niet echt happy birthday op. Of je kan het gebruiken voor andere soort feestjes bedoel ik. Dus deze zilveren en deze wel volgens mij €1 nog iets. Heb ik ook van die plastic wegwerpbotjes gekocht. Maar dan gewoon natuurlijk in een roze kleur. Want dat vond ik wel heel erg leuk. Dus mijn thema is gewoon een beetje wit. Met roze en een beetje gewoon speelsheid. En daarbij passend heb ik ook gewoon de roze vorkjes. Want ik heb eerlijk gezegd niet van dit soort vorkjes thuis liggen. En hier moet je natuurlijk taart mee eten. Dus deze waren heel erg belangrijk. Vorkjes waren €1 per pakje. En de bordjes €2 per pak. Dan heb ik ook nog kommetjes genomen. Of schaaltjes worden deze genoemd. Want ik ga een fruitsalade maken. Dus dan kan je dat hierin doen. En ik dacht ik ga niet te roze. Dus ik doe deze in het doorzichtig. En deze waren €2 voor deze. En ik heb een tafelkleed gekocht. Ik twijfelde eerst of ik het een beetje overdreven en te duur eigenlijk vond voor dit spul, want het is €4 en je kan het volgens mij niet hergebruiken, want het is een soort van heel stevig papier. Dus als hier gewoon water overheen gaat, dan scheurt het waarschijnlijk op een gegeven moment. En ja, dat krijg je natuurlijk echt niet uit zo'n wit laken. Maar ik vond hem wel echt heel erg leuk en ik denk dat mijn tafel hier ook meteen zeg maar best wel feest en verjaardagproof is. En ik vond dit patroontje ook echt wel heel erg leuk. Je had hier ook nog meer in deze lijn van versieringen, had je nog meer dingetjes zitten. Maar ik dacht anders wordt het wel heel erg zwart-wit en ik dacht, ik ga gewoon voor roze. Dat waren eventjes mijn shopjes voor nu. En gaan we zo meteen even lekker avondeten maken. Want ik heb echt mega honger. Nou, ik dacht, ik geef jullie even een update. Want ik heb inmiddels al een beetje versierd hier in huis. Want ik dacht, ik kan nog niet in de keuken staan omdat we aan het koken zijn. Dus kan ik wel alvast wat andere dingetjes doen. En je ziet alvast hier achter me. Ik heb hier dus boven de tv deze slinger opgehangen. Ik vind hem echt super leuk. Hij is best wel vol ook eigenlijk, vond ik. Ik had eigenlijk verwacht dat er minder op zat. Dus dat vond ik wel heel erg leuk hier staan. Ik heb hem hier gewoon vastgebonden en daar gewoon geplakt. Dus ik hoop dat dat blijft zitten natuurlijk. Let even trouwens niet op alle verder andere zooi die er nog staat. Want ik moet dus nog opruimen. Ik heb hier nog een leuk ding staan. Deze heb ik wel vorig jaar bij Action gevonden. Dus vandaar dat ik dacht dat ik dit jaar ook weer terecht kon. Maar nu hebben ze dus niet zoveel bijzonders. Maar deze heb ik dus nog vorig jaar daar gekocht. En die kan ik nu voor het eerst gebruiken. Want die heb ik nog niet eerder gebruikt. Dus die heb ik daar eventjes gehangen. Ik heb daar een ananasje neergezet. Ik heb daar nog een klein ananasje. Maar die moet denk ik nog eventjes ergens neerzetten wat wel vrolijker is. Hier is de zilveren slinger. Die hangt echt perfect zo over deze hele breedte. Dus die vind ik wel heel erg leuk daar staan. En dan hier verderop heb ik deze letterslinger nog gemaakt. En dit hip hip hooray, zo had ik hem al staan. Dus ik dacht, nou dan ga ik hem gewoon op deze manier weer ophangen. Net zo makkelijk. En die heb ik ook weer met plakbandjes daar gedaan. Het valt niet zo heel erg op, maar ik vond het wel vrolijk staan. En als ik ga naar deze kast, die hangt trouwens sinds kort. Dus daarom is hij nog een beetje leeg. En ik heb daar ook wat van die ananasjes neergezet. Dus daar, dat is het plantje waar ik al had over verteld. Dus echt een enorm ananas thema hier. Als ik zo kijk. En dit zijn een soort van twee roze balletjes die een beetje random daar hangen. Dus die gaan misschien nog ergens anders heen. Maar goed, zo ziet het eruit. En ik vind het al heel erg vrolijk ogen. En mijn vriend heeft trouwens het eten gemaakt vanavond. We waren net bij de Turkse supermarkt. En daar zag hij een heel lekker pakje staan. Dat is dit. Nou ja, als je dit kan lezen, dan weet je misschien wel wat het is. Het leek ons in ieder geval door het plaatje heel erg lekker. Dus we hebben het gewoon gekocht. Even gevraagd aan de medewerker wat we daar het beste bij konden
nemen. Dus we hebben gewoon van die kippenpoten genomen. Verder moest je er ook een yoghurt bij doen. Dat leek me echt vet lekker. En het staat hier nog een beetje te pruttelen. Oeh, het heet. En zo te zien is de kip denk ik wel klaar. En daarbij hebben we basmati rijst. En dat is net wat dunner en wat langer dan de rijst die we normaal hebben. Ik heb net een klein beetje geproefd en het smaakte echt mega lekker. Dus ik heb heel veel zin om dit lekker op te gaan eten. En doe voor de zekerheid even een ander t-shirtje aan. Want je zal weer zo weer zien dat ik dat gekleurde spul hierop ga morsen. En dat gaat er waarschijnlijk niet meer uit. Ik heb hier het eten. We moesten dus de saus bij de rijst doen. Of andersom. En ik ga het eventjes proeven. Ik vond het al wel een beetje pittig. Ja, ik vind het echt super lekker. Kruidig. Wel een beetje pittig voor mij. Maar ik vind het echt super lekker. Dus ja, helemaal geslaagd. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zondag. En het is inmiddels al echt middag geweest. Ik was wel vandaag vroeg opgestaan. Want ik heb natuurlijk in de keuken gestaan om wat hapjes voor te bereiden en dergelijke. En ik heb hem zojuist opgemaakt, make-up gedaan, aangekleed. Ik heb een heel leuk nieuw topje aan van Lovies. Het is een off-shoulder model met allemaal van die laagjes. Dat is wel heel erg leuk. En een mooi bloemenprintje. En daaronder heb ik mijn mom jeans van Urban Outfitters aan. Met het gat, jeetje. Ja, je gat in de knie. Oh, deze gaat een beetje omhoog. Maar dit is de outfit voor vandaag. Ik heb mijn haar gewoon eventjes half in een topknot gedaan. Ik weet niet zeker of ik hem zo hou. Verder heb ik ook de tafel even bekleed met het kleedje van de Hema die ik jullie gisteren had laten zien. En hij is eigenlijk veel breder. Maar dan komt hij zo eroverheen gehangen. En dat vind ik nooit zo heel erg handig en chill. Dan ben ik altijd bang dat dat kleed af wordt getrokken per ongeluk als iemand hier gaat zitten. Dus ik heb hem gewoon zo half opgevouwen gelaten. En dat vond ik ook wel heel erg mooi staan. En een paar dingen is uitgepakt. Ziet er nog een beetje karig uit. Maar straks komt hier een taart te staan. En die heb ik. Eén taart is gemaakt door mijn tante. En één taart is gemaakt door mijn moeder en mijn zusje. En het is een verrassingstaart. Maar Tara had het laatst in, of gisteren in haar weekly snaps laten zien als verrassing. Dus er stond ook echt al bij van dit is een verrassingstaart voor Laris. Sorry Laris als je het al hebt gelezen. Nou ja, ik lees eigenlijk altijd al haar weekly snaps natuurlijk. Want ik vind het ook heel erg leuk om te zien wat zij heeft uitgesproken als ik bijvoorbeeld niet bij was. Dus ik zag inderdaad dat er een verrassingstaart aan komt die niet echt meer heel erg een verrassing is. Maar alsnog was ik op dat moment wel heel erg verrast en heel erg blij. Ik ben heel erg benieuwd om natuurlijk in het echt te zien. Dus dat ga ik jullie natuurlijk zo meteen ook laten zien. Want hij is in ieder geval heel erg kleurrijk. Ik moet eerlijk zeggen, zo'n dag als vandaag vind ik altijd toch wel ergens een beetje spannend. Ondanks dat ik het echt heel erg casual wilde houden. Komt omdat ik eigenlijk helemaal niet graag mijn verjaardag vier. Maar aan de andere kant vind ik het wel leuk om er iets mee te doen, zeg maar. Maar ik hou niet zo heel erg van om zelf dingen te organiseren. Maar goed, ik heb dat nu wel gedaan. Ik heb bijna alle hapjes vanmorgen al gemaakt. Ik was wel echt iets te vroeg opgestaan. Ik had een beetje vergist in de tijd. En verder wil ik toch nog eventjes een paar dingetjes kopen bij de supermarkt die ik gisteren ben vergeten. Dus nog een extra pak sap en nog wat frisdrank. En een bus slagroom of een pak slagroom. Dat ga ik nog eventjes zo doen. Dus ik ga nog even snel de deur uit zo. Voordat mijn moeder komt en mijn tante met de taarten en de rest van de familie. Dus ja, ik heb wel zin in. Gaat wel zo meteen regenen. Als ik echt naar de wolken kijk, gaat het ook echt regenen. Want ze zijn al aardig donker aan het worden. Maar ja, binnen is het in ieder geval hartstikke gezellig en aangekleed. Dus we kunnen hier allemaal wel terecht. Papa is er. Rama gaat ook mee. Nee, Rama gaat niet mee. Pap zegt hallo tegen de kijkers. Hallo. Gefeliciteerd, hè? Ja. 28 jaar. Ja. 28 jaar oud knaartje. En dit is mijn tante. Oh nee, ik zeg net dat je een oude knaar bent. Je moeder, hè? En mijn moeder. Tante Kiki en mama. Hallo. En ze hebben prachtige taarten meegenomen. Deze heeft tante Kiki gemaakt. En het is dus geen appeltaart geworden. Wat mij wel was verteld. Maar hij ziet er echt super mooi uit. Allemaal kleurtjes. En hij ligt helemaal vol. Vind ik echt helemaal geweldig. En deze hebben mijn moeder en Tara gemaakt. En die ziet er ook echt super mooi uit. Met vlinders. Jam jam. En goud. En druppels. Ik kan niet wachten om aan te snijden. Yeah, listen.
said it's best we don't talk no more. Hallo! Hallo! Wie is er ook? Serena! Leuke kleurtje trouwens. Ja, we zijn echt de tegen. Oh, sorry, ik zal het maar even uitzetten. En ik vind je haar echt super mooi trouwens. Moet ik ook even zeggen. Oh ja, mooi? Serena heeft nieuw haar en ik vind het echt een stuk beter geknipt. Ja, het is echt meer versleten. Ja, het was eerst gewoon heel bot geknipt. Het is nu wat meer versleten. Ja, wat natuurlijker dus eigenlijk. Versleten? Ja, gesleten. Dat het zeg maar meer... Ja, in puntjes is geknipt in plaats van dat het echt zo ja, ik vind het echt super mooi en ook ietsje lichter volgens mij. Veel lichter. Ik ben echt helemaal blond nu eigenlijk. Nou, half gezicht. George is er ook. Hallo. Dag lieve mensen. Ja, van het George. Internet. Ja. Weet je wel nou. Oké. Awkward, nee. Bedankt. Ja, leuke verjaardag, Liz. En Dank je. Hi, ik ben er ook bij en ik zit natuurlijk aan de taart. Het is een heel klein stukje, maar het is mijn tweede plakje van vandaag. Hij is echt super lekker. En ja, het is gewoon super gezellig vandaag. Onze tante zijn erbij. En ja, het moet ook wel goed gevierd worden, want Larissa is al 28 jaar. Stok oud. Sorry Laris. Nee, je zit nog in je 20ste jaren. Maar je gaat wel richting de 30. Dat is wel scary hoor. Straks zijn beide zussen voor mij 30. Kan toch niet? Nee, grappig natuurlijk. Nou, hierachter zit iedereen, heel gezellig. En in de keuken staan natuurlijk altijd weer mensen. Dus ik ga even verder eten. En ik zie jullie later alweer. Hi iedereen, ik dacht ik ga er eventjes bij zitten. Het is inmiddels de volgende dag. Maar ik wilde jullie graag nog eventjes een paar cadeautjes laten zien. Die ik van mijn familiegasten heb gehad. Voor, tijdens mijn verjaardag natuurlijk. En ik ga maar gewoon gelijk beginnen. En van mijn moeder heb ik ook nog een thee. Nou, niet per se een thee ei gekregen. Het is een soort van mandje waar je dus losse thee in kan doen. Ik had erom gevraagd, want ik vind het heel lekker om losse thee te drinken. En ik had nog even zo'n nieuwe nodig. Want ik had er eentje, maar dat gaasje begon een beetje te scheuren. Dus ik heb deze gekregen. Ze zijn echt super makkelijk. Deze doe je gewoon eventjes in je glas. En kan je daarna eruit halen. En ik vind een thee-ei niet altijd heel erg chill. Omdat daar soms de blaadjes toch nog doorheen gaan komen. Waardoor het weer zeg maar in je water komt. En hier zit ook nog een soort van klein bakje bij. Zodat je hem daarop kan laten uitlekken. Dus daar ben ik super blij mee. En voorbij dat theemandje heb je natuurlijk dus ook losse thee nodig. En ik heb deze gekregen. Dit is, ik ga het niet eens uitspreken, maar hier staat de naam. En dit is een gele thee. Gele thee kende ik eerst nog niet. En toen was ik laatst op een theefestival. En toen leerde ik daarover, of heb ik in ieder geval daarover gehoord. Een gele thee zit namelijk tussen witte en groene thee in. En witte en groene thee vind ik allebei super lekker. En witte thee is echt net wat zachter. Groene thee kan soms best wel een beetje, als je hele goede hebt, een beetje fishy smaken. Vind ik niet altijd heel erg lekker. En gele thee zou net wat... zoeter moeten zijn, maar niet zo licht als witte thee. Dus dat wil ik echt heel graag uitproberen. Dus ik heb gelukkig deze gekregen. En ik heb ook deze. Deze naam ga ik ook weer niet uitspreken. En dit is een witte thee. En ik vind het echt gewoon super lekker. Dus ik kan hiermee echt lekker goed vooruit. En ik heb ook weer een mooi mandje om lekker thee te gaan zetten. Mijn waterkoker is net klaar trouwens. Dus ik ga zo meteen de gele uitproberen. En ik zal eventjes in beeld zetten hoe die smaakte. Maar ik ga er gewoon vanuit dat die super lekker is. Dan heb ik van mijn moeder ook nog deze lampjes gekregen. En dat zijn van die, je kan ze hieronder zien, van die hele leuke lampjes. En dat zijn de doorzichtige. Want ik wilde heel graag per se doorzichtig. Niet wit, niet gekleurd. Maar deze, en die vind ik wat lastiger te krijgen. Deze zijn van Hema. Ik weet niet zeker of ze ze nog hebben, maar ze hebben een hele tijd gehad. Dus misschien nog wel. En er zitten 20 op. Hij werkt op batterijen met een knopje. Dus je kan zelfs... Je kan zelfs via het knopje op dat hij gaat knipperen of dat hij aanblijft of snel gaat knipperen of iets in die richting. En deze wil ik heel graag op mijn balkon gaan hangen. Lampjes zijn van plastic, dus dat moet als het goed is wel kunnen. En dit vind ik echt super leuk staan, dus ben ik ook heel erg blij mee. Van Serena heb ik een kaartje gehad, zij noemt me altijd Lizzie. En in dit kaartje staat dat wij binnenkort cactusjes gaan uitzoeken. En ik wil heel graag een leuk potje met allemaal verschillende cactusjes, verschillende maatjes misschien en kleurtjes. Dus daar gaan we binnenkort voor naar het tuincentrum en dan mag ik wat leuks uitzoeken. Dus dankjewel sis, ik heb er heel veel zin in. Want daar heb ik ook nog wat leuke cadeautjes gekregen, zoals dit. En ik haal hem anders wel eventjes uit de verpakking. Ik wil namelijk heel graag een klokje voor op mijn slaapkamer, ergens van een muur of waar dan ook. Want ik vind het heel erg handig om vanuit je bed gelijk te kunnen zien hoe laat het is, zonder dat ik echt constant op mijn telefoon hoef te kijken. Dus ik heb deze gevraagd en het is een...
Ja, het is echt glas met echt zo'n mooie marmerprint. En hij is best wel wat kleiner. Want je hebt ook nog een maat groter, maar die was wel gelijk heel groot. En ik dacht, dit is prima. En ik vind deze echt super schattig. En ik dacht, dat staat wel heel erg mooi in gewoon mijn witte slaapkamer. En dan heb ik ook dit spiegeltje gekregen. Deze is ook van Hema. En dat is dus een driehoek. Toevallig is het echt gewoon precies de vorm ook van het tatoeage die ik op mijn arm heb staan. Die Serena en Tara ook hebben. Maar dit spiegeltje had ik echt al zo ontzettend lang op het oog. Maar ik had hem nooit zelf gekocht. En deze wil ik graag denk ik op het toilet hangen of iets dergelijks. Want daar had ik nog geen spiegel. En ik vond deze echt mega leuk. Oh, en van Tara mag ik ook nog een leuk plantje uitzoeken. Dus dat ga ik ook nog met haar doen. En ja, wij zijn alle drie de laatste tijd echt heel erg wel into plantjes. Serena en Tara nog wel net iets meer. Die hebben het echt inmiddels al over stekjes en hoeveel die al gegroeid is en wat dan ook. En ik ben nog net een beetje van, ik hoop dat ik ze gewoon niet allemaal te veel water geef. En dat ze zo lang mogelijk blijven staan. Maar ik vind het wel heel erg leuk om wat meer groen en dingetjes in huis te hebben staan. Trouwens ook echt een prachtige bos bloemen van mijn oom en tante gekregen. Die zal ik zo meteen eventjes filmen, want die staat hier verder op mij. En hij is echt huge, echt super mooi. Toevallig is het ook echt mijn lievelingskleur, rood. Dus ik vind het echt heel erg leuk staan hier in huis. En ik heb ook een heel zakje gekregen met van die super lekkere chocolaatjes. Leonidas. Mijn tante werkt daar in de Beeld of in Beeldhoven. Een van de twee waar die ook zit. En daar heb ik deze chocolaatjes van gehad. Ze zijn echt van die super lekkere ronde platte dingetjes. En dan in melk en in wit. Met allemaal lekkere noten erop. Dus hier ga ik lekker van eten. Maar niet te veel, zodat ze niet zomaar opgaan. Van mijn andere tante heb ik een heel bijzonder cadeau gekregen, vond ik zelf. En dat is deze koektrommel. Het is echt zo'n vintage koektrommel van de Albert Heijn van vroeger. Maar wat vooral heel erg bijzonder is, is dat deze van mijn oma is geweest. Dus van haar moeder. En deze heeft ze dus gewoon doorgegeven aan mij. En daar ben ik echt mega blij mee. Hij heeft een hele mooie soort van Chinees-Aziatische achtige print. En hij is ja, echt precies zo'n koektrommelmodel. Dus hier ga ik lekkere koekjes in bewaren. Deze hebben wel echt een heel bijzondere betekenis voor mij. Ik heb ook nog wat centjes bij gekregen, zodat ik lekkere koekjes zelf kon uitzoeken. Dus deze ga ik zeker vullen met wat lekkers. En deze krijgt een heel mooi plekje. Wil ik ook nog eventjes onze kijker en lezeres Denise bedanken. Want van haar heb ik dit kaartje ontvangen. Super leuk en heel lief dat je eraan hebt gedacht om mijn kaartje te sturen. En dankjewel daarvoor. En van andere ooms en tantes heb ik ook nog wat centjes gekregen. Dus super bedankt daarvoor. En natuurlijk een grote shout-out naar mijn tante Kiki. En zij heeft namelijk die hele mooie taart gemaakt die ik jullie eerder in de video heb laten zien. En die was echt super lekker ten eerste. Hij was lekker fluffy en hij zag er echt huge uit met van alles en nog wat erop. Maar ik heb echt twee stukken genomen gisteren. Want hij was gewoon heel erg lekker en luchtig, waardoor hij niet zo zwaar op de maag was. Maar wel natuurlijk lekker zoet door alle dingetjes die erop zaten. En hij zag gewoon echt geweldig uit. Ze heeft er echt iets van 2 of 3 dagen aan gewerkt. En ik vind het echt super lief dat ze dat heeft gedaan. Dus Kiki, mocht je kijken, heel erg bedankt voor die prachtige taart. En dat was echt een prachtig verjaardagscadeau. En natuurlijk ook de taart die mijn moeder en Tara hebben gemaakt. Super bedankt daarvoor. En die zag ook echt super mooi uit. Mijn koelkast ligt nu echt vol met taart. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik het allemaal op ga krijgen. Maar ik ga ook gewoon een deel in de vriezer doen. Dan kan ik daar gewoon over een hele tijd weer een plak vanaf of een stuk vanuit uit de vriezer halen. En dat weer lekker gaan opeten. Maar ja, dat was mijn verjaardagsweekend, birthday weekend. Normaal vind ik het gewoon maar 1 dag, maar nu kwam het gewoon zo uit dat ik er een heel weekend van kon maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij ja, dit weekend te vieren. En ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om weer een vlog te zien op ons kanaal. Ik moet zeggen dat het me wel, dat ik het soms een beetje lastig vond, alsof ik een soort van was vergeten hoe ik ook weer moest gaan vloggen. Dus mocht deze net ietsje minder op volgorde zijn of perfect zoals onze andere vlogs, dan ja, dat komt vast wel weer terug. We moeten gewoon weer heel eventjes in die vlog game komen. En ja, laat me vooral eventjes weten of jullie het leuk vonden om weer een vlog op ons kanaal te zien. En wanneer jouw verjaardag is, laat het eventjes weten in de comments. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer in de volgende video. Doei!